explosion stade de France. Deuxième explosion, courez. Multiple explosions across all of central London. We have numerous injured people. Bouwmarkten, tuincentra en drogisterijen worden sinds 1 juni van dit jaar ingezet in de jacht op terroristen. Zodra een klant ongewone hoeveelheden aceton, waterstofperoxide of kunstmest koopt, moet de politie worden gewaarschuwd. Hiervoor heeft het personeel een speciale folder gekregen die moet voorkomen dat terroristen in reguliere winkels hun grondstoffen voor explosieven bij elkaar scharrelen. Want dat laatste gebeurt helaas steeds vaker. De ontwikkeling die je op dit ogenblik ziet is dat er een enorme professionaliseringsslag wordt gemaakt in het bommen maken. Ze kunnen nu geweldige bommen maken met huistuin- en keukenmiddelen. Met aceton en waterstofperoxide kun je een acetonperoxidebom maken. Wordt veel gebruikt bij zelfmoordaanslagen. Palestijnen hebben er heel veel ervaring mee. En je ziet nu dat die kunst om die bommen te maken echt heel erg professioneel is geworden. Dat is heel erg gevaarlijk. Je kunt het combineren met spijkerscherven, naalden, om maximale schade aan te richten. En ja, de laatste tijd wordt het veel in bomgordels aangetroffen. Er is een nieuwe richtlijn die zegt dat wanneer mensen verdachte hoeveelheden van bepaalde grondstoffen kopen, dan moet dat gewoon worden gemeld, bijvoorbeeld bij de politie. Nou, de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding heeft een folder uitgebracht. Met name toegestuurd naar winkeliers die zaken als kunstmest, aceton en dergelijke verkopen. Om ze te wijzen op het gevaar van transacties waarbij grote hoeveelheden worden aangekocht. Omdat die dan mogelijk kunnen worden gebruikt voor terroristische aanslagen, voor het maken van een bom. Zo zijn medewerkers van bouwmarkten, tuincentra en drogisterijen sinds 1 juni verplicht de politie te waarschuwen wanneer een klant ongewone hoeveelheden van bijvoorbeeld aceton, waterstofperoxide of kunstmest aanschaft. Maar hoe werkt dat in praktijk? Wij van de Week van Poont namen de proef op de som en gingen eens flink inkopen doen. En dan vraag je, ja? Waar liggen waterstofperoxide en aceton? Maar hebben we dat gelopen? Pure aceton? Ja. Ja, dank u wel. En ook waterstofperoxide? Ja. Top. Jij was geholpen, begrijp ik? Ik ben goed geholpen, zeker. Oké. Gelijk vak leeg, zeker? Klopt. Dank u wel. Alsjeblieft. Zo, drie tassen vol? Ja, ik heb alles gekocht wat in de schappen lag. En wat zeiden ze? Ze zeiden helemaal niks, nee. Ik kon het gewoon zo meenemen? Ik kon het zo meenemen. De volgende winkelketen is de Ethos. Hier hebben ze de folder duidelijk wel gelezen. Want het wordt ons een stuk moeilijker gemaakt. Ik ben op zoek naar aceton. Leg toch van de kassa? Van die dingen heb je nog? Je mag er niet meer dan 1 per stuk verkopen. Je mag er niet meer als 1 per stuk verkopen. Waarom niet dan? Dat zijn de regels. En waarom is dat? Wil je ze meenemen of niet? Ja. Maar u weet niet van waar dat is? Nee. Is ook apart. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Geweldig, mooie dag weer. Hetzelfde. Dankjewel. Goedemiddag. Hoi. Ga ik op zoek naar aceton? Ja, en waterstofperoxide? Ja, precies. Eén blesje of meerdere? Ik kijk even. En waterstofperoxide, ligt hier? Ja, hier staat alles bij. Oh, oké. Okay. Dat is fijn. Dit is ook de grootste ontstopper. Heb je de bol verstopt zitten? Ja. Wil je pinnen of heb je contant? Nee, ik heb contant. Okay. Dat is goed. Zo, alsjeblieft. Dank u wel. Nou, dan ben ik benieuwd wat ze zeggen als ik het hele magazijn wil leegkopen. Nou, succes. Werkt u hier? Ja, dat doe ik. Mag ik een vraag stellen? Ja. Ik ben op zoek naar aceton. Dat kan. Oh ja, top. Dank u wel. Hi. Hebben jullie ook waterstofperoxide? Ja, maar dat staat ernaast als het goed is. Dat is op. Daarom. En ook nog wat aceton. Ik moet even... Ja, ik ga even kijken. Ik heb 4 waterstofperoxide en nog 1 aceton. Ah, oh, dan hebben we alles wat jullie hebben? Ja. Nou, helemaal goed. Alsjeblieft. Dankjewel, fijne dag. Waar is de kunstmest? En die is kunstmest. Dat is gewoon koemest. Oh ja. Zeg, dank u wel, meneer. Wat kunnen we doen met zoveel kunstmest? Ja, grote tuin, hè? Zeg hoor. Grote tuin. Er zijn 11 zakken rond de 10 kilo kunstmest.
Ja, achter. Dankjewel. Zo ziet u dus 110 kilo kunstmes halen. Geen enkel probleem. Niemand die er wat van zegt. Terwijl je een gigantische bom van kunt maken. Maar gelukkig lopen er altijd nog een hoop waakzame burgers rond. Een politieauto, een busje en een motor om mensen die aceton halen van de weg te halen. Ik weet niet wat jullie van plan zijn met dat spul, weet je wel. De melding was dat twee mannen in dit voertuig een hoop gevaarlijke stof hebben gekocht. Als je die bij elkaar voegt, dat je er iets mee zou kunnen doen. Ja. Mag ik even kijken? Ja. Ik heb al van deze zakken gekocht, kunstmes. Ja. En ik vraag me af, bent u bekend met dit formulier? Nee. Niet? Nee. U kent dit formulier niet? Nee, kennen wij niet. Nee. U had eigenlijk een melding moeten maken als iemand zoveel aceton en waterstofperoxide koopt. Nee, ik heb het u wel gevraagd. Maar u heeft het formulier nooit gehad? Nee, echt niet, het zegt me niks. We hebben de proef op de som genomen. Niemand van uw winkelmedewerkers kent de folder. Hoe kan dat? Ja, dat klopt. Dat komt omdat wij dat nog niet aan onze winkels hebben gecommuniceerd. Op dit moment is de folder onvoldoende duidelijk, omdat wij bijvoorbeeld de aantallen missen. Dus u wil ook dat die folder wordt aangepast, als ik het goed begrijp? Wil je het kunnen melden, dan moet je ook weten wat je moet kunnen melden. Het lijkt mij eerst zaak dat die folder op het juiste bureau terechtkomt en vervolgens het personeel wordt geïnstrueerd om te letten op verdachte hoeveelheden, verdachte mensen, mensen die zich raar gedragen. Want uiteindelijk moeten we natuurlijk met z'n allen waakzaam zijn. We hebben de proef op de som genomen. We zijn bij een aantal drogisterijen en tuincentra langs geweest. En daar kregen we eigenlijk al die chemicaliën gewoon mee. Ja, dat is dus echt wel heel ernstig. Ik heb begrepen dat hier en daar niet eens binnen is gekomen. Misschien wel direct op de bak folders ongelezen. Nou, dat kan natuurlijk niet. Je zal er een vervolg aan moeten geven. Anders is het alleen maar een vaag stukje papier. Bent u bekend met deze folder? De verkoop chemische producten op een verantwoorde wijze. Nee, die folder heb ik nog steeds niet tot onder ogen gehad. Tot nu u mij. Komt van uw ministerie. Eens even kijken. Dat is een uitstekend. De bedoeling is op basis van die nieuwe wet dat deze overal ligt. Nou, bij de drogisterijen, bij bouwmarkten. Dan zal dat ongetwijfeld ook zo worden uitgevoerd, ga ik vanuit. Dat is dus een probleem, dat gebeurt niet. Sterker nog, je kan nog kinderlijk eenvoudig al die chemicaliën kopen. Nou, dan zal ik daar eens even graag met u daar nader over spreken, nadat we dat grondig hebben kunnen bekijken. Nou, die beelden hebben wij. Mooi zo, nou dan gaan we daar eens even naar kijken. Want dan hebben we weer werk aan de winkel en dat is altijd goed.